gaan allemaal van A naar B. En dat doen we elke dag. Lopend, met de fiets, de auto, noem maar op. Maar stel nou dat de afstand van A naar B maar liefst 27.000 kilometer bedraagt. En dan ook nog met de fiets afgelegd. Dit is het verhaal van een man die deze uitdaging is aangegaan. Ook hij ging van A naar B. Van Achterveld naar Bali. Op de fiets. En dat in ruim 14 maanden. We maken kennis met de 30-jarige wereldfietser Theo van Kalleveen. Hij is opgegroeid in Achterveld en na zijn reis woont hij daar nog steeds. Het maken van zo'n reis zal voor velen van ons altijd een droom blijven. Maar Theo heeft het waargemaakt. Zijn bijzondere verhaal kunt u horen en zien hier op Eva. In deze eerste aflevering gaat verslaggever Joop de Keizer op onderzoek uit. Wat bezielt een mens om naar de andere kant van de wereld te fietsen? Om antwoord te krijgen op deze en nog veel meer vragen die we hebben, gaan we op weg naar Achterveld met de auto. Theo van Kalleveen. Joop de Keizer van Eva TV. Dat dacht ik al. Jij bent kom binnen. De fietser. Dat ben ik. Koffie? Ja. Doe maar koffie, ja. Oké, gaan we doen. Theo, leuk dat we jou mogen interviewen. Ja. Want jij bent dat beest wat 27.000 kilometer heeft gefietst. Dat beest ben ik, ja. Dan gaan we eerst aan de koffie. Ja. En dan willen we van alles weten over jouw trip. Nou, vraag me raak. Van Achterveld naar Bali. Dan zal ik zien wat ik kan beantwoorden. Ja. Suiker je koffie op? Ja, dat hebben ze wel in Achterveld, hè? Suiker. Ja, zeker. Theo van Kalleveen. Ja. 30 jaar. 30 jaar uit Achterveld. Geboren in Amersfoort, het ziekenhuis. Maar ja, na een paar dagen weer naar Achterveld. Hier opgegroeid. Keurig naar de basisschool gegaan. Toen naar de LTS in Barneveld. MTS. Op de Hoef in Amersfoort, HTS gedaan. Toen net nadat ik geslaagd ben, ben ik op reis gegaan naar Australië. Samen met een goede vriend. Zouden we 1 jaar verblijven. Maar hij is keurig na 1 jaar naar huis gegaan. Maar ik had nog wel naar mijn zin, dus ik ben nog een jaar gebleven. Ja. En toen 11 maanden naar Azië gaan reizen. Met een rugzakje, zoals iedereen. En, hoe deed je dat dan? Als fiets al? Nee, met openbaar vervoer en een rugzak op. Ja. Echt backpacken. En toen heeft het virus me bevangen. Ja. En toen kwam ik thuis. En toen raakte ik een beetje een dipje. En toen ben ik gaan fietsen. En toen is het kwartje gevallen, 1-1 is 2 geworden. Toen dacht ik, nou dan fiets ik naar Indonesië een keertje. Ja. Dat was het. Hoe reageerde ze dat thuis op dan? Want je was zo in 1 keer maar weg. Nou, ik was niet in 1 keer weg. Dat heb ik allemaal keurig kenbaar gemaakt. Ja. En dat vonden ze niet leuk natuurlijk, maar ja, je houdt me er niet tegen. Nee. Dus er werd eigenlijk wel sportief op gereageerd. Ja, 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 leuk hebben ze het nooit gevonden. Maar. Nee. Hey, maar dan gaan we straks wat meer over je horen. Ik neem aan dat er ook wat foto's zijn en dat je toen je klein was nog wat gezellig met een driewielertje en een dingetje al begon. Ja, of is dat, was dat niet zo? Ja, ik heb mijn 12e jaar op een driewieler gereden. Nee, dat is onzin. Ik ben keurig met een driewielertje begonnen. Ja. Ik wil wat foto's laten zien hoor. Ja. Tuurlijk. Dankjewel, Theo. Daar zitten we dan aan de keukentafel. Ja. Want wij gaan een paar hele leuke afleveringen maken over jouw grandioze grote avonturen. Mm-hmm. Ik fiets wel eens van A naar B en dat is dan Amersfoort-Baren, ik noem maar iets. Ja. 27 kilometer. Ik ook wel eens. Maar jij fietst van A naar B en dat is Achterveld Bali. Ja. En dat is 27.000 kilometer. Ja, begin maar zou ik zeggen. Wanneer viel het kwartje? Wanneer wil je daar in hemelsnaam aan beginnen? Nou, ik kom uit het gezin van 4. Mijn vader, zijn eigen loodgietersbedrijf. Mijn moeder, onder andere administratie voor het bedrijf. Ik heb 1 broertje. Die is, nou ja, ik zeg broertje, mijn jongens, ondertussen ook al bijna 27. Die heeft zijn eigen timmermansbedrijf. Dus allemaal ondernemers. Ja. Toen ben ik
voor 2 jaar terug ben ik naar Madrid gefietst tijdens de bouwvakvakantie. En het, toen ik daarvan terugkwam, toen dacht ik eigenlijk wel van ja, dit is zo leuk. Ik wil eigenlijk wel weer een eind gaan fietsen. Nou, dan was ik al die tijd al ja, gebiologeerd door Indonesië, omdat ik daar voor 4 jaar terug al 7 maanden heb rondgereisd. Ja. En toen is eigenlijk heel snel het kwartje gevallen, het idee gekomen van laat ik eens naar Bali fietsen. Want als je naar Madrid kan fietsen, dan kun je ook naar Bali fietsen. Oh, ja. Dus je kan het iedereen aanbevelen als ze naar Madrid zijn geweest, dat ze dan gewoon ook de fiets kunnen stappen en naar Bali. Ja, je van fietsen houdt, kan ik het gewoon aanraden. Naar Madrid, zei je dus. Maar waarom dan Madrid op dat moment? Dat is een beetje impulsief geweest. Ik wist natuurlijk, er komt zomervakantie aan. Ik wist, ik wil met mijn fiets weg. En toen zat ik op internet. En toen kwam ik langs die stierenrennen in Pamplona. Pamplona? Ja. Ja, dat zag ik. Toen dacht ik, oh, laat ik eens naar Spanje gaan. Oh. Zo is het gekomen. Ging je toen naar Madrid voor de toeristische plek? Of ging je voor de liefde? Of ging je gewoon omdat je jezelf wilde uitproberen lange afstanden te fietsen? Hoe je fysiek dan in elkaar zit? Ik heb natuurlijk als kleine jongen van die cowboyfilms gekeken. Die spaghetti westerns. Ja, en ja. Die zijn allemaal daar in het hart van Spanje opgenomen. Ik nou, wil dat wel eens zien. Dat is natuurlijk een heel ander landschap. Ik ben gek op Frankrijk. Dus je zal Frankrijk moeten doorkruisen. En daarbij kwam, dan zou ik de Pyreneeën over moeten. Ik denk, nou, dat is dan ook een mooie uitdaging. Eens kijken of we dat ook kunnen op die fiets van me. Dus eigenlijk alles wat ik op dat moment zocht, zat erin. En daarbij aan het eind ligt er een mooie beloning, Madrid. Ja. Leuke stad. Ik denk, ik ga daar eens even kijken. Ik ben ook weer in een hoofdstad van Europa geweest. Ja. En dat beviel goed. Ja. Je praat er heel laconiek over. Zo, wat, nou, dan heb ik dat ook weer even gezien. Maar je moet toch een voorbereiding hebben. Je moet toch kunnen overnachten. Er moet gegeten worden. De taal spreek je niet. Nou ja, het scheelt als ze in Spanje natuurlijk euro's hebben. Ja. Ja, ik heb altijd spaargeld. Daar zorg ik gewoon voor. Ja. Zou je nog leven. Ik heb een tentje. Die kan ik overal opzetten. Nou, in Europa barst het van de campings. Eten, nou, dat is in Europa nooit een probleem. En daarbij, om het goedkoop te houden, heb ik een eigen setje. Waar ik mijn potje op kan koken. Ja. Ja, we gingen vroeger altijd al naar de camping in Luxemburg. En dan hadden we een eigen gas voor een huisje mee. En nu is het dan een kleintje natuurlijk. Maar ik hou wel van kamperen. Theo schrijft in zijn dagboek: na weer een mooie dag plezierig fietsen is het tijd om een slaapplek te zoeken. Ik heb nog ongeveer 2 uur daglicht te goed vandaag, dus dat moet wel lukken. Deze tijd zal ik benutten om mijn kamp op te zetten, eten te bereiden en tot mij te nemen, in mijn dagboek te schrijven en nog even lekker van mij af te staren. Maar allereerst moet er nog even een geschikt plekje voor mijn tent gevonden worden. Vanavond heb ik geluk. Ik vind een plek achterin een veldje op ongeveer 200 meter van de weg. Mooi verscholen achter een bosje zet ik mijn tent op. Nu hoop ik maar dat er de rest van de avond niemand meer langskomt. Geregeld word ik de volgende ochtend pas betrapt en wordt dan vaak een beetje verrast gereageerd. Het is ook niet een alledaags tafereeltje natuurlijk, zo'n fietser in een tentje. Is het tijd om te koken. Dit doe ik op mijn allesbrander. Ik heb de bijbehorende tank vandaag nog bij de pomp kunnen vullen met benzine. Vandaag staat er, zoals wel vaker, een gerecht van gekookte rijst, tomatenpuree en een stukje vlees op het menu. Voor extra vitamine en smaak voeg ik ook nog een ui en een paprika toe. Als het eten gereed is, eet ik dit direct uit de pan, terwijl ik lekker achterover hang tegen een van mijn tassen.
Mooi even, eigenlijk terug naar de oorsprong, Theo. Camping met de ouders, fietsje. Toen fietste je al, een driewieletje, een houten fiets, een tweedehandsje. Nou, het fietsen was in het begin een vrij moeizaam gebeuren. Ja. Ik was als kind altijd bang dat ik zou vallen. Ja. Echt een scheid of dat er gaat. Dus ik heb, ja, driewieletje ging nog wel, dan kun je niet vallen. Ja. Toen mijn eerste tweewieletje, ja, de hele familie heeft erop leren fietsen. Ja. En gingen we hier buiten op de Dam fietsen. En dat ging maar niet zelfstandig. Maar dat was de WK 1986, rond die tijd. Ja. Toen had je Diego Maradona. Ja. En dan had ik een buurjongetje, die was een paar jaar ouder. En die spaarde van die voetbalplaatjes van Panini. En die had een hele stapel van die Maradona. En dan had hij afgesproken, elke keer alleen het dijkje affietste en weer terug. Ja. Dan kreeg ik een stikkertje. En dat heeft dan, die mocht ik dan van mijn moeder op die fiets plakken. En dat heeft me aangezet om maar weer elke keer dat dijkje op en af te gaan. Dus op het eind zat die hele sticker onder de Maradona. En toen kon ik dan eindelijk fietsen. Maar ja, ik ben eigenlijk pas echt voor mijn plezier gaan fietsen toen ik uit Indonesië terugkwam de vorige keer. Daarvoor fietste ik altijd naar school. Had ik er ook geen hekel aan. Nee. Maar zou ik op zondag nooit gezegd hebben van, oh, ik ga even een lekker stukje fietsen. Dat is mogelijk, ja. Theo, je hebt ongetwijfeld wat plakboeken gemaakt. Ook uit je jeugd, waarin je een paar keer van je driewieltje viel. En met een blauwe plek weer door je vader en moeder werd getroost. Dan gaan wij in jouw jeugd duiken. Oké, roep ik even mijn moeder erbij. Want ik kan me natuurlijk niet zo heel veel meer van herinneren. Je hebt ongetwijfeld leuke foto's gemaakt. En daar willen we graag een beetje een verhaaltje bij horen van jou. Want je weet natuurlijk nog een hoop van zijn jeugd. Ja, daar gingen we een stukje fietsen. En Theo die vond het wel lekker. Die zat dan wel heerlijk uit de wind. Ja. Achter zijn scherm. Een bolletje, zon op zijn bolletje. Ja. En dan kwamen we vaak thuis. En dat hij al in slaap gevallen was. Ja. Dus het was altijd wel heel komisch. En dan moest je hem weer... Hier komt zijn interesse voor fietsen wel aardig aan bod. Nou, ik denk, hadden we nooit kunnen denken dat zou gaan gebeuren. Kijk, dit is nou typisch een foto. Hier is het ooit begonnen, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit wel zo'n beetje de basis is. Ja. Je ziet hem denken, Madrid, Bali, China, je ziet hem denken. Ja, hij was heel bij de hand, jong. Dus daar heeft hij ongetwijfeld aan gedacht op dat moment, ja. Wil jij hier nog wat bij zeggen? Nou, dat ik bij de hand ben, hoor ik voor het eerst. Ah, het is wel een bescheiden. Oh, je wilde verder niet, hè? Met die, ja, daar is die, hoor. Ja, daar is die. De Skelter. Skelter. Hoe hard? Die ga je op die motor laten zien, man. Oh, die? Nee. Ja, daar. Nou, dit is natuurlijk... Hier moet je wat bij vertellen. Ja, mijn man die had een motor gekocht en daar is hij een paar keer op weg geweest. Ja, daar ben ik een paar keer gewoon... op geweest. Nee, dat vond Theo helemaal geweldig dat hij daarop mocht zitten. Dat is natuurlijk heel stoer allemaal. Ja, hier is die... Dat is mijn eerste fiets. Dat weet ik nog. Zijn eerste fiets? Dat is zijn eerste echte fiets, en die had een slot. En toen heb ik de hele buurt rondgegaan. Want dat deed je in die tijd om je fiets aan de buurt te tonen. Ah, ja. En dan zet ik hem heel trots op de standaard. En toen liet ik ook zien dat er een slotje op zat. Dan kon ik hem op slot zetten. Het grote werk gaat beginnen. Je gaat voorbereidingen treffen. De fiets, de kleding, geld, paspoort, ik weet niet, inentingen. Je fiets moet sowieso klaargemaakt worden. Daar zul je ongetwijfeld wel een specialist voor hebben gehad hier in de buurt. Die ook zorgt dat het lang meegaat en goed voorbereidt. Vertel het maar. Ja, Joop, dat klopt. Daar is zeker een expert bij betrokken. Je moet natuurlijk wel met goed materiaal pad voor zo'n ontzettend lange fietstocht. Of niet, Theo? Ja, nou en of. Het is toch een eindje fietsen, dus niet te veel problemen hebben. Ik ga hem even laten checken bij mijn fietsenmaker of hij nog op orde is. Wat verwacht je zelf? Ik denk dat hij nog wel doet. Hey, Mate. Hey, Theo. Kerel. Ben je weer terug? Ja, zojuist gearriveerd. Hey, alles goed gegaan? Ja, lekker. Ja, geen gekke dingen. Ach, genoeg gekke dingen, maar niks te gek, zeg maar. Maar je fiets heeft goed gehouden? Mijn fiets heeft goed gehouden. Ja, superman. Zeker weten. Jezus. Ja, heel blij met die fiets. Nog altijd. Zullen we eens even kijken hoe die er aan toe is? Laten we dat doen. Ja? Zo. Ik ben wel voorzichtig met mijn fiets. Ja, ik zou heel voorzichtig doen. Nou, je zadel er is iets minder aan toe. Ja, dat was een kat in Beijing. Die dacht, mijn gastheer was dat. Die had een kat, die zag ik heel mooi op mijn zadel zitten. Toen heb ik een foto genomen. En toen de volgende dag toen ik weg zou gaan, heeft hij mijn hele zadel
bleek een stukje geklauwd te zijn. Precies. En een paar noodspaken heb je hier nog zitten? Ja. Heb je nog veel nodig gehad of niet? Voorin heb ik er 3 nodig gehad. Okay. Meer niet eigenlijk. Oh, de wielen hebben ze goed gehouden. Ja. Nee, dat mag ik wel verwachten voor zo'n topfiets hoor. Ja, toch? Ja. Ja. En hoe zit het met een remblok hierachter? Ja, die dat is wel helaas. Maar die op een gegeven moment had ik geen rem meer in China. Ja? Toen bleek die cilinder uitgesleten te zijn. Oké. Okay. Heeft je ook wel geremd? Ja, blijkbaar. Gewoon angstig die berg gaan. Ja, dat moet. Ja. En toen, ja, dat is, daarvan is me altijd verteld dat, nou, als dat dan kapot gaat, dan heb je echt een probleem. Ja, maar ja, precies. Je zou niet in China zijn of ze kopiëren het. Ja. Dus die man die bekijkt het even, die rookt een sigaret, die loopt naar binnen en die komt met dit ding naar buiten. En het werkt weer. Ja, picobello en orde weer. Nou Maarten, wat denk je? Moet er nog wat aan die fiets gebeuren? Nou, als eerste denk ik even een goed schoonmaakbeurtje. Ja. Het is aardig modderig. Ja. Ja, en ik denk dat we dan op een gegeven moment even alle naven los moeten halen. Even nieuwe vet erin, nieuwe kogels. Ja, deze heb ik ook vervangen in Bangkok. Oh, oké. Okay. Ja, helaas. Ik moest een nieuw middenblad hebben. Ja. Maar ja, ik kon hem alleen in de hele set kopen, anders had ik een paar weken leeftijd. Ja. Ik zet hem vervangen maar helemaal, maar sinds die tijd zit er ook alweer 6.000 of 7.000 Ja, maar hij loopt nog aardig goed vandaan, dus je hebt helemaal 30.000 gelopen. Hè? Nee. Dan loopt het wel droger. Ja, die fiets moet gewoon even een nieuw vet hebben, nieuwe kogels, nieuwe kabels. En dan kan je weer rond je wereld fietsen. Nou, dat doen we. Hey, maar heb je nog gekke weersomstandigheden meegemaakt met je fiets? Of? Nou ja, ik heb natuurlijk grote hitte gehad in de woestijn in Iran en later in Zuidoost-Azië ook wel. In de woestijn is vooral zaak dat je ketting en tandwielen goed schoonhoudt, want het stuift daar nogal. Ja. China ook veel stof gehad. China ook veel kou gehad. Wat ik dan bijvoorbeeld deed, als ik een lekker band had, dan zodra je stopte, werden je handen ijzig koud. Die verkrampt je helemaal. Dus wat ik dan deed, dan gooide ik, trok die lekker binnenband eruit, deed ik er een nieuwe in, oppompen en gaan. En als ik dan na een aantal dagen weer zo'n hotelletje pakte, met dat warm water en een... Even rustig plakken. Precies, ja. Dan plakte ik hem lekker in de fonteintje in de toilet of zo. En uit Beijing heb ik ook sneeuw gehad in combinatie met kou. En daardoor heb ik een enorme ijsklomp op mijn derrière gekregen. Oké. En daar viel op een gegeven moment niet meer mee te fietsen. Maar gelukkig hebben ze in China overal gekookt water staan in de restaurantjes. Dus dan vulde ik altijd mijn bidon of mijn thermosfles mee. Dat goot ik eroverheen. Maar ja, op een gegeven moment was dat ook op. Dan was het voordeel van die kou dat ik ook koude voeten had. Dus ik moest altijd vrij snel naar het toilet. Dus dan stopte ik langs de kant van de weg en piste ik even over mijn derrière heen. Ja, dan ontdooit het goed, hè? Dan ging het, ja. Ja, dat was goede antivries, ja. En daar kijkt in China ook niemand van op. Dus, nee, dat kan er allemaal. Dat ging heel makkelijk, ja. Ja, je moet wat. Je verder. Je moet wat. Je leert improviseren, ja. Ja. Uh-huh. Zeker. Weet je nog wat we het over gehad hebben? Ja, dat kan over wel deze herinneren, fiets. Ja. Ja. Uh-huh. Waar hij allemaal over aan moet voldoen. Ja, hij voldeed aan alle eisen. Hè? Ja, goede banden. Goede velgen. Ja. Goed frame, dat is misschien nog wel het belangrijkste, denk ja. ik. Ja, dat moet goed stijf wezen natuurlijk. En hij moet lekker zitten. Dat is ook niet... Ja, dat is perfecte fiets ervoor. Ja, zeker weten. Ja, dat is ook niet voor niks een heel veel gebruikte fiets hè, voor zulke expedities. Ja, hij is ervoor gemaakt. Ja. Staat erop. Expedition. Ja. 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 En wat natuurlijk ook een groot voordeel is, is dat het allemaal hele gangbare onderdelen zijn die erop kunnen. Zelfs in Bishkek, de hoofdstad van Kyrgyzstan, kon ik naar 12.000 kilometer nog een nieuwe cassette vinden. Ja, nou. Ja, maar dat heb je met zo'n product. Oké, wereldwijd kan je daar terecht. Ja, stop. Ja. Dat is geweldig. Hallo. Ja, ja, op zich, de schijfrem hebben ze ook aardig goed gehouden. Heb je nog veel remblokken versleten voor, of niet? Nee, nou, eigenlijk helemaal niet. Helemaal nee. Niks? Nou, wel een paar, maar... Ja, hetzelfde wat je net ook zou versluiten op zo'n afstand. Ja, ja, de kwaliteit wordt in de jaren natuurlijk ook veel beter. Hè? Ja. En je hebt natuurlijk ook met schijfremmen heb ik helemaal geen risico dat je nog velgenbreuk hebt. Hè? Nee. Al het gewicht wat erop zit, dan mag dat ook wel een keertje. Ja want hier toch? Heb ik in China, hier met 2 tassen en hier een jerrycan met 15 water. Ja. 15 liter water. Kon je dat aan je werkgever mededelen, dat je plannen had om 27.500 kilometer te gaan fietsen? 2 maanden voordat ik ging, heb ik een gesprek aangevraagd met mijn chef. Ja. Nou, die wist helemaal niet wat hij moest verwachten, dus die was er een beetje verbaasd over. Ja. Ik heb gezegd, Ivo, ik heb het hartstikke naar mijn zin hier. Dat had ik ook. Ik had ook graag weer teruggewild met dat bedrijf, maar dat gaat nu niet. Ik zeg, ik wil hier graag, ik heb het goed naar mijn zin hier, maar het bloedkuip toch wat niet gaan kan. Ik wil eigenlijk naar Indonesië fietsen. En daar werd heel leuk op gereageerd. Ja. Die man was, gaaf man. Je had moeten zelf niet aan denken.
En toen zegt hij met een grote smile op zijn gezicht: Theo moet wat vertellen. Theo gaat namelijk weg hier, want die gaat zijn droom verwezenlijken. Ja. Dus dat werd sportief. Ja, werd heel erg leuk. En ik heb nog altijd leuk contact met die mensen. Ja. Ik heb ze elke keer op de hoogte gehouden. Dat was erg leuk. Ja. En dat is een leuke manier om weg te gaan. Want daar was ik wel een beetje nerveus. Ja, dat is wel best. Ja. En de inrenting had je gedaan. Dat is verplicht eigenlijk, geloof ik. Hè? Dat je toch wel tegen bepaalde dingen inrent moet zijn. Of durfde jij zonder die dingen op pad te gaan? Nee, hè? Nou, het zal stom zijn. Ja, ja. Ja, waarom zou je het wagen? Ja, ja. Nee, dus dat, ja, voor het geld hoef je het ook niet te laten. Nee. Gewoon doen. Ben je tijdens de reis nog... Heb je nog te maken gehad met ziektes, diarree, maag, hoofdpijn, noem maar wat? Nee, hè? Eén keer serieus ziek geweest. Ja. Of serieus. Voedselvergiftiging? Ja, dat denk ik. Ja, ik stond naast een rivier in Turkije en ik denk, nou, dat zit hier in de berg, dat drinken we op. Oh, en ik denk dat is iets overmoedig geweest. Toen heb ik nog 2 dagen doorgefietst, nergens last van. En toen kwam ik Erzurum binnen, een stad in een beetje het oosten van Turkije. Ja. En daar heb ik een leuk hotelletje geboekt, goedkoop, maar schoon en netjes. En dat is achteraf mijn mazzel geweest, of dat kwam mooi uit. Uh-huh. Toen zou ik de volgende dag weer weggaan, maar toen ben ik hondsbroerd geworden die nacht. Toen heb ik 1 nacht heel ziek. De dag erop ook nog heel ziek. Die nacht daarop ging al beter. Die dag daarop kon ik alweer rondje lopen. En toen ben ik weer vertrokken. Dus ja, het kwam zeg maar 24 uur lang van twee kanten veel geweld uit. En daarna... Oh, machtig. Ja, ja. Ja. En in het hotel ben je daar verzorgd? Nee. Of is er een huisarts bij geweest? Of hoe, ik denk dat het is gewoon... Ik moet mezelf even doorspoelen, zeg maar. Ik was 2 dagen later ook weer gewoon topfit, hoor. Dus... En dan gewoon weer fluitend op de fiets naar... Naar Iran. Iran. Ja, nog een dag of 3-4 gefietst naar Iran. Zo, ja. Door Koerdistan. Jij stapt op je fiets. Achterveldbordje laat je achter je. Je moeder laat een traantje. Je vader trooster. En met z'n tweeën zwaaien ze jou uit richting de eerste stop. De eerste stop was in Oefeld. Dat ligt net ten zuiden van Nijmegen en Kuik, volgens mij. En dat is wel heel apart. Dat is net wat je zegt, je fietst achterveld uit. Ja. En het is heel onwerkelijk. Aan de ene kant droom je vooruit van... Verdorie, als ik over een maand zit en nu kan ik dit een jaar doen. Maar aan de andere kant denk je ook van... Eentje, dan zie ik nou mijn ouders een jaar niet meer. Ja, dat is heel apart. En je meent dat te horen. Is er wat met mijn fiets? Heb ik dit wel bij me? Heb ik dat wel bij me? Waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Had je nog geen spijt op dat moment? Nee, heb ik nooit gehad. Nee. Maar dan die eerste avond in Oefeld, leuk campingje aan de Maas. Ik zet mijn tentje op, ik kook mijn potje rijst. Ik pak voor het eerste keer mijn dagboekje. Ik denk, wat moet ik schrijven? Nou, begin maar gewoon te schrijven. Wanneer ik klaar ben, wacht ik nog even met de afwas. Allereerst werk ik mijn dagboek bij. Ik schrijf in het kort op hoe mijn dag verlopen is. Dan doe ik de afwas en ruim mijn spullen op. Ik ben met duidelijke afspraken weggegaan. Ik zou om de 3-4 dagen een sms'je sturen. Ja, alles goed. Ja. Alles met 2 woorden. Dan waren ze alweer gerustgesteld. Ja, ja. Begin belden we nog wel eens. Ja. Maar dat loopt op. En toen was ik in Dubai. Toen heb ik een iPad gekocht. En vanaf toen hebben we eigenlijk elke week of elke 2 weken even geskypt. En dat was hartstikke leuk. En die eerste stop, dan bel je dan mensen op of je daar je tentje mag opzetten? Of hoe gaat het in zijn werk? Oh nee, je gaat naar je ziet een bordje camping. Camping, je komt aan... Heb je nog plek? Ja hoor, wat kost het? 7,50. Ja. Waar? Daar. Ja. Dankjewel. Oh, dat is geen probleem. Ja, dat is een makkie. Ja. Ja. Goed geslapen de eerste keer? Ja, ook nog. Ja, dat is ook altijd afwachten. Ja. Wat had je mee? Een slaapzak? En een mooi matrasje, een slaapzak. Ja. Ja, en ik vouwde dan wat spul op elkaar en dat was dan een kussen. En, ja. Ik poets mijn tanden, verfris de cruciale delen van mijn lichaam en duik mijn slaapzak in. Het is weer mooi geweest vandaag. Morgen fiets ik weer lekker verder. Ik kijk er nu al naar uit. Nadat de tent is opgezet, rol ik mijn matras uit. Deze blaast zichzelf op. Daarna gaat mijn slaapzak erin. Met wat kleding improviseer ik een kussen. Zo, mijn slaapplek is gereed. De volgende morgen sta je fit op. Ja. En dan heb je al in je kop van, ik ga nu weer 30, 40. Wat doe je dan, 30, 40, 50 kilometer? De eerste dagen denk ik zo'n beetje 90 per dag. 90 per dag. Ik probeer zoveel mogelijk van mijn 7 tassen in mijn tent te zetten. De fiets leg ik altijd achter mijn tent, mooi uit het zicht. Mocht er vannacht al iemand aanzitten, dan hoor ik dat direct. En dan stond ik op, ik heb eigenlijk de hele reis gehad. Lekker fietsen vandaag. Ja.
Zo sta je op? Ja, elke dag weer. Ja. Ondanks de weersomstandigheden bijvoorbeeld? Oh ja, ja, als het regent was het wat minder. Maar ook dan, als je helemaal je boeltje in hebt gepakt, dan fiets je en dan doet die regen ook niet zoveel meer. Ja. Zolang je mijn fiets blijft, ook warm. Dus. Oh, bestelbaar. Ja. En ook geen zadelpijn? Nee, dat bij jou niet, hè? Nee, ik heb gezegend met een goed achterwerk. Ja. En die tweede etappe ga je dan een kilometer of 90? Ja. Wat had je voor ogen op dat moment? Ik dacht met een dag of drie het land uit bij de sticht. Ja. Dus gelukt? Ja, die tweede avond stond ik in Torren, het witte dorpje. En de derde dag ben ik mijn sticht uitgefietst. Ja. Toen begon het te regenen. Ja. En verrek, toen ik in Wenen aankwam, toen brak er een waterig zonnetje door. Die avond heeft het nog geregend. Maar vanaf toen is het beter geworden. Ja. Heb ik eigenlijk deze reis geen regen meer gehad. Geen noemenswaardige. En met dat noodweer bijvoorbeeld, fiets je gewoon door met de onweer en een bliksem? Is dat nog een risico? Als verantwoord is wel. Ja. Toen ik daar fietste, toen onweerde het niet echt. Het regende gewoon keihard. Ja. Dat was toen in Oostenrijk, toen de Donau zo hoog stond. Toen was het halve land afgesloten. Ja. En je fietst gewoon door, anders krijg je het koud. Ja. Want jouw reisgenoten hebben waarschijnlijk misschien ook wel materiaal gemaakt waar je wat mee kunt. Ja, ik ben op een gegeven moment een Engelse jongen tegengekomen. Daar heb ik een aantal weken mee door Iran gefietst en China. Nou, die was iets fanatieker met het filmen. Ja. Dus ik kan hem wel eens vragen of hij daar wat moois van heeft. Ja, uitstekend. In jouw eerste tripje pakte jij een dagboekje tevoorschijn, zei je? In je tweede tripje maak je dat uiteraard weer open en dan schrijf je er wat in bij Torren, waar we het net over hadden. Wat kwam er toen in je dagboekje te staan? Ik schreef sowieso elke dag de kilometerstand op, hoeveel ik die dag weer heb gedaan. Nu ben ik dan ook wel weer. Ja. En dan ging het over mijn bevindingen, wat voor landschap heb ik doorheen gefietst, wat ging er door mijn hoofd, viel nog dingen tegen, heb ik nog een leuke ontmoeting gehad. Ja. En dan kan er bijvoorbeeld dan staan van grappig gesprek met man met maf petje. Als ik dat nu lees, dan denk ik, oh ja, die kerel. Ja, en dan weet ik ook weer wat over ging. Ja. Of als er wat door mijn hoofd ging, bepaalde ideeën, schreef ik dat daarin. Ja. Dus, dat deed je consequent. Dat heb ik elke dag gedaan. Ja. Ja, elke dag. En ben je nog van plan om daar dan een boekwerk van te maken uiteindelijk? Als final... Nou, dat is een leuk tijd dat vraag. daar ben ik nou druk mee bezig om dat in een boekvorm uit te brengen. Dat is een klus, hoor. Dat is een heel kawaii, ja. Maar dat is ook wel op een leuke manier om die reis een beetje een plekje te geven. Ja. En ook... dan straks kunnen die mensen het lezen. En dan hoef ik ook niet al die vragen steeds te beantwoorden. Hebben ze dan al gelezen? Ja. En ik hoop dat, hoe ik dat uit ga brengen, weet ik nog niet. Of dat via echt een uitgever gaat. Ja. Of dat ik het zelf moet financieren. Ja. Dan moet ik even kijken. Ik vermoed het laatste. Want ook die markt zijn er heel veel boeken in. Ja, hoor. Ja. Maar ik vind dat leuk om te doen. Ja. Vertel Maarten, heeft Theo een goede fiets uitgezocht? Ja, het is gewoon een topfiets. Een extra sterk frame zit erin. Sterke wielen. Ja, het is echt een expedition. De naam zegt het eigenlijk al. Het is echt voor zulke doeleinden gemaakt. 30.000 kilometer, heel extreem. Maar hij kan het hebben. Hoe vind je dat hij het gehouden heeft? Ja, hij is het heel goed gehouden. Kijk, een paar kleine mankementjes, een spaakje en een remblokje. Ja, dat hoort er eenmaal bij. Dat zijn slijtagedelen. Maar dat mag, dat is heel normaal. Maar we gaan die fiets wel helemaal top maken. Dat hij zo weer 30.000 kilometer mee kan. Heb je eigenlijk nog meer wereldfietsreizigers in je winkel gehad? Nou, Theo is op dit moment nog de enige. Ja, wie weet komen er nog meer. Zou jij het nog weer een keer op deze fiets aandurven? Als Maarten me even nakijkt, dan durf ik dat zeker. Ja, geen twijfel. Dan heb je er weer alle vertrouwen in? Ja, zonder meer. Ja, dat gaat goed komen. Heb je ook emotionele waarde met de fiets? Ja, wat dacht je? Ja, echt wel. Vertel. Ja. Ja, het is zo'n eind mee gefietst. Die doet nooit meer weg. Dat vroegen mensen ook wel eens aan. Maar als je dan in Bali aankomt, laat je dan die fiets daar staan. Dus, nee, die kan op het vliegveld, tuig. En die gaat gewoon mee. En mocht hij ooit onverhoopt toch in elkaar storten, dan trek ik alles eraf en dan hang ik het frame aan de muur en dan hang ik dan een hoop foto's aan van die reis. Dus nee, die gooi ik nooit weg. En heb jij je fiets ook een naam gegeven? Nee, ik heb mijn fiets geen naam gegeven. Dat is gewoon fiets. Ik heb er ook nooit tegen gepraat. Ik kreeg nog wel eens een schouderklopje op het stuur als we weer boven op een berg stonden. Mooi gedaan. Maar dat was dan ook meer tegen mezelf. Maar ja, je hebt wel de waardering voor die fiets. Brengt je toch overal. Je hebt een goed deel van de wereld gezien met dat ding. Maar het is en blijft een stuk aluminium met een paar wielen eronder. Daar heb ik nooit gek over gedaan of zo. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. Dit is het einde van de eerste aflevering. Ja, wat gaan we eigenlijk in aflevering 2 zien, Theo?
In aflevering 2 wilde ik het hebben over mijn vertrek. Nou, dat is in de eerste aflevering al een beetje behandeld natuurlijk. Maar dan mijn reis door West- en Oost-Europa tot aan de Bosporus. Dus aankomst in Istanbul. Hebben met een lekkere pot bier over de Bosporus gekeken. En aan de andere kant lag Azië. Voor de mooie verhalen, denk ik. Ja, daar heb ik ook wel een paar mooie verhalen over. Ja. Nou, dat gaan we allemaal zien in aflevering 2.